Hey, welkom. Je bent weer... Oeh, ik klink best een beetje hol hier. Welkom bij Amsterdam Talk Sex. En dit is de tweede aflevering van Amsterdam Talk Sex. En ik heb voor me Lucina Bodaan. Ja. Hi, welkom. Hallo. Dankjewel. Leuk je hier te hebben. Dankjewel om hier te zijn. Ja, en als je wil mag je ook wel ietsje dichterbij bij de microfoon. Want anders ben ik heel hard en jij heel zacht. Dus leuk, Lucina. Ik wil je wel meteen introduceren. Volgens mij, want wij hebben het hier over seks. En we hebben het eigenlijk over alle dingen die je graag wilde weten en die je nog niet wist. Ja. Dus toen kwam ik jouw naam tegen en ik dacht, nou, we moeten haar zeker een keer in het programma hebben. Maar jij bent de eerste vagina coach van Nederland. Van Nederland. Ja. Hoe ben je zo... Leg me eens uit, vagina coach. Hoe ben je daarbij gekomen? Ja. En wat betekent het om vagina coach te zijn? Hoe ik erbij ben gekomen, het is eigenlijk een soort van erin gerold. Het was niet mijn planning, laten we het zo zeggen. Ik ben met mijn tweede bevalling behoorlijk ingeknipt. En dat was van vagina tot anus. Dus dat was een hele verschrikkelijke knip. En... om daar zeg maar doorheen te komen, moest ik wel het een en het ander natuurlijke manieren leren om daarmee om te gaan. En dat vond ik wel heel erg interessant. En daar ging ik meer dieper in. Toen ging ik me meer verdiepen in de producten die je zeg maar in de supermarkt koopt. Dus omdraaien, kijken wat erin zit. En dan zie je al die chemicaliën. En toen dacht ik bij mezelf, nou... Misschien is het beter dat ik met die natuurlijke producten blijf experimenteren. En zo ben ik meer gaan leren over kruiden. En ja, de producten die wij zeg maar kopen, gaan leren om zelf te maken op een natuurlijke manier. En ja, daar reageerde mijn vagina heel fijn op. En ga nog eens terug hoor, wacht even. Je hebt een totale ruptuur gehad. Ja, ja. Dat is eigenlijk de term die ervoor wordt gebruikt, hè? Maar even voor mij, als je in je bevalling zit, hoe kan dat wat je nu vertelt? Weet je, want je zegt dat je ingeknipt bent. Ja, wat was er gebeurd? Mijn dochter zat gedraaid. Ja. En het was, nou op Aruba krijg je eigenlijk niet de ruggenprik, normaal. In mijn caso ben ik dan high risk pregnancy, dus dan wordt het automatisch zeg maar geadviseerd. Maar als jij om 's avonds om 7 uur in het ziekenhuis komt, moet je meestal tot de volgende dag wachten tot er iemand komt die je daarmee kan assisteren. Dus. Want jij bent niet, even voor de duidelijkheid, jij bent niet Arubaans? Nee, ik ben Ghanees-Nederlands. Je bent half Ghanees, half Nederlands. Ja. Oké, maar je hebt gewoond op Aruba. Ja, voor 18 jaar. Voor 18 jaar, ja. Dus ook mijn bevalling, of nou ja, niet mijn eerste, maar wel de andere drie. Maar dus aan het einde, dus dat je bijna klaar bent om te bevallen, kreeg ik nog even een rugprik. En toen die rugprik dus gedaan werd, was de baby al helemaal beneden. En toen moest ik dus gelijk onder het mes, zeg maar, van oh, de baby komt eraan. En toen bleek dus dat ze gedraaid zat. Dus toen moesten ze me echt helemaal openmaken om haar te draaien, want... Ze moesten gewoon uitkomen en dat ging even heel snel en helemaal niet zo mooi en niet zo fijn. En daar heb ik toch behoorlijk wel wat last van overgehouden. En zo ben ik eigenlijk in het natuurlijke proces gerold. Maar ook het stukje erbij dat mijn partner mij daar heel erg mee pestte toen ik zeg maar de problemen daarvan kreeg. En daar dan ervaar je dus dat je echt... beetje vereenzaamd in je intieme klachten, zit verdwaald en het gaat geestelijk op je werken. Maar hoe bedoel je met je partner
Wat gebeurde daar? De ene partner die is heel erg supportive en die gaat je ermee steunen. En de andere partner weet niet wat hij ermee aan moet. Dus automatisch is het een soort van afstoot. En deze pesten me er ook mee met de kwaaltjes. Dus dat was een hele lastige situatie om in te zitten. Al helemaal omdat jij het probleem hebt, maar omdat je er dan ook nog geen support in meekrijgt. Dus dat was wel heel... heel vervelend, eenzaam. Maar door eigenlijk wat er met jou gebeurde, kwam je terecht in wat goed voor jouw vagina was, om maar even zo te zeggen. Ja. En ik was er zo enthousiast over dat ik mijn natuurlijke douches had. En ik dacht van, nou, dit wil ik met andere vrouwen delen. En toen hadden we de BlackBerry nog. Dan had je die ping, dat is die broadcast of zo. En toen stuurde Dat je dus gewoon messages ging ik berichtjes, stuurde. Ging ik berichtjes sturen met natuurlijke douches te koop. En iedereen had van, wat verkoop jij nou weer? Maar het is wel interessant, mag ik er ook eentje proberen? Hoe ben je, wacht maar, je gaat nu meteen naar... douches toe. Hoe ben je daarbij gekomen? Omdat je wil jezelf gaan helen. Ja. En dan ga je natuurlijk niet de standaard producten kopen. Want ja, je bent ingeknipt geweest. Het is allemaal heel erg gevoelig. Dus je wilt met natuurlijk mogelijk producten jezelf behandelen. En ja, ik gebruikte dus natuurlijke douches, natuurlijke baden om mezelf te reinigen, maar ook om mezelf te helen. Ja. En die douches is iets wat veel vrouwen doen. Ik deed het ook. Maar toen las ik dus de achterkant wat er in ingrediënten in zaten. En toen dacht ik bij mezelf, wauw. Dat gaat behoorlijk wat chemicaliën. Ja, absoluut. Toen ging ik dus de natuurlijke dingen maken, zoals met chamomiel of kamille thee. Kamille. Honing, aloë, ook nog wel appelazijn. Ga je allemaal experimenteren wat het beste voor jou is. En bepaalde formules waren wel heel fijn. En toen dacht ik, hé, dit moet ik met andere vrouwen delen. En dus je hebt dit gewoon zelf allemaal bedacht? Je hoort tips van de oudere dames, researchers. En dan ga je het zelf uitproberen. En ja, zo zie je van, dit werkt goed, dit werkt niet goed. Ik ben zelf heel gevoelig. Dus als het bij mij goed gaat, dan gaat het meestal bij de meeste vrouwen ook wel goed. Dus vandaar. En het voelde gewoon heel fijn. Dus dan ga je dus van die chemische vaginale douches, daar stop je gelukkig mee. Ja. En dan ga je dus naar een natuurlijkere vorm. Of helemaal natuurlijk. Je gaat dus helemaal natuurlijk. Maar nu wordt het wel een beetje technisch. Mag ik een technische vraag aan je stellen? Ja, dit is sowieso, weet je. Het is niet de bedoeling dat we dat de kleine kinderen kijken. Nee. Maar wat deed je precies? Was het een stoombad? De stoombad kwam eigenlijk pas later. Ik begon echt met de badjes. Dus in principe zijn het de kruiden wat je gebruikt om te stomen, maar dan het badje. Dus als een soort thee? Ja, en daar ga je dan in zitten. Oh, je gaat er ook gewoon, gewoon in zitten? Daar ga je gewoon in zitten. En dat is, als je ingeknipt bent, is dat gewoon geweldig. En om eigenlijk te zeggen waar het helemaal vandaan kwam, als je ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar in Aruba, als je ingeknipt bent, krijg je een klein bakje en dan doen ze van die watjes in en Camilo San. En dat voelde heel fijn. Mm. Maar op een gegeven moment gaat dat op. En dan wil je het weer gebruiken, maar het flesje kost iets van 25 florin of zo. En dat is iets van 12 euro. Dat is best prijzig en ik hou ervan om er wat in te meteen doen. Veel, ja. Dus het was binnen 2-3 weken is dat flesje weer op. Mm-hmm. Dus het wordt een hele dure hobby. En toen heb ik de kamille bloemen gekocht. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect. En toen dacht ik, maar... voor natuurlijke douches is dit ook geweldig. Dus toen ging het van badje ook als een douche proberen. Toen leerde ik over honing en over aloë, wat voor effecten het allemaal heeft. Dat het goed voor je vagina is. En dan ga je het een beetje met elkaar proberen. Kijken wat voor blend nice is. En dan, Nu ook weer even een beetje een zijweg. Want we zeggen nu de hele tijd vagina. Noem je het vagina? Thuis noemen we het gewoon de noenoe. De noenoe.
En welk woord? Want soms gebruik je, soms gebruiken mensen Joni. Ja, Joni. Het naam van mijn bedrijf is Jonify. Dat komt dus van Joni af. En Fai is van Unify. Dus eigenlijk meer om vrouwen samen te brengen. Dat is ook mijn werk. I break in taboe en maak de vagina bespreekbaar. Dus daar is ook een beetje het idee van gekomen. De poenie, het heeft zoveel namen. Dus, maar jij gebruikt dus Nunu? Thuis, met mijn kinderen is het gewoon de Nunu. En praat en ik met andere vrouwen? Met mijn vriendin, zijn Surinaams is het gewoon de poenie. En dan is de vagina, zijn ze een beetje spiritueel. Ze weten wat de Joni betekent. Daar kan je ook over de Joni praten, maar ik praat meestal met de vrouwen naar de taal die ze begrijpen. Want ik wil niet een taal spreken die ze niet begrijpen, want dan kunnen ze er ook niks van opsteken. Heb jij gemerkt, weet je, als vagina-coach, Joni-coach, Nunu-coach, hoe zou je het dan noemen? Poenie-whisperer, ze noemen me van alles. Oké. Maar wat zou jij dan zeggen als... waar zitten de meeste vrouwen mee? Hoe bedoelt u? De klachten? Wat zijn de klachten van de meeste vrouwen? De meeste vrouwen hebben toch wel last van die schimmelinfecties of geurtjes. Dat is iets wat ik het meeste toch wel hoor. En waar ligt dat aan? Routine. En dat is zeg maar ook mijn werk als de vagina coach. Het is je dagelijkse routine. Daar ligt het vaak aan. Dus ik zal een simpel voorbeeld doe ze nemen. Voor je, want ik zit ook een beetje zo te kijken. Je hebt klachten. Ja? Je vagina ruikt, je hebt last van afscheiding. Dus wat gaan vrouwen vaak doen, omdat ze de geurtjes willen verbloemen, is een inlegkruisje dragen. En ze draagt waarschijnlijk ook al een string. En dan, om het nog meer te vechten, gaat ze douches gebruiken. Ja. Nou, de string kan er al voor zorgen dat je geurtjes krijgt. Het inlegkruisje en het douchen ook. Dus als jij het probleem al hebt en je gaat die drie dingen erbij doen om het proberen te kofferen, maak je het eigenlijk alleen maar erger. Dus zeg je eerst de string, waarom? De string ademt 9 van de 10 keer niet. Okay. Dus de ene vrouw is daar gevoelig voor, de andere vrouw niet. Het ligt er ook aan wat voor materiaal je draagt. Dus als je echt veel van kantenstrings houdt, dat ademt niet. Dus dat kan best gaan broeien. En dus dat, je wil dus zeg maar katoen, juist, zeg je eigenlijk. Dat ademt. Okay. Het liefst ook een oma onderbroek, want dan ademt het helemaal. Nou maak je het wel heel... Of een boxershort. Die wil bijna een boxershort. Oké, die willen de meeste. Ik weet het niet, sommigen misschien wel. Ja, een oma nou, veel vrouwen houden van de string. Ja. Ik adviseer ze eigenlijk niet. Ik adviseer ze als je toch sexy eruit wil zien, kom onder de douche vandaan met de string aan. Laat hem het zien en hij heeft 5 minuten om het uit te trekken. En dat is goed genoeg voor die string. En dat is perfect. Ja, ik snap wat je bedoelt. Oké, dus dan heb je dus. Dus jij zegt dus schimmelinfecties, dat is eigenlijk de meest veel voorkomende klacht. Ja. Maar heb je ook ooit dat vrouwen het moeilijk vinden om erover te praten? Ja, maar wanneer ze bij mij aankomen, dan weten ze al dat ze bij mij erover mogen praten. Sorry, dus in het begin kunnen ze misschien een beetje de eerste paar seconden, maar wanneer ze voelen van, oh, bij haar mag ik gewoon praten en bij haar is het niks om voor te schamen, dan gaan alle remmen zeg maar los en dan beginnen ze gewoon over alles te praten en dan interesseert het ze eigenlijk ook niet meer. Ze zijn gewoon blij dat ze kunnen praten. Dat ze er iets over kunnen zeggen, ja. Want vind je het zelf niet ook een beetje gek dat er zo weinig over gesproken wordt? Ja, ik ben eigenlijk de vrouw geworden die ik zelf nodig had. En hier in Nederland is het niet normaal, laten we het zo zeggen. In Frankrijk is het heel normaal. Hmm. In Frankrijk, elke vrouw die bevalt, krijgt een vagina coach. Ze zitten zelfs bij de ziektekostenverzekering inbegrepen. Het is gewoon... dit vind ik nog wel een goed idee om te doen, hè? In Nederland lopen ze gewoon achter. In Amerika is het op het moment een trend. Viespa's die... poppen zeg maar als paddenstoelen de grond uit. Ja. Maar in principe is het gewoon een hele
traditioneel iets waar je normaal vroeger zeg maar naar oma naartoe zou gaan of naar een oud-tante of zo. Maar het praten over de vagina is niet echt meer is niet echt deze tijd, laten we het zo zeggen hier. Terwijl het wel van deze tijd is, maar toch ook weer niet. Iedereen is heel erg seksistisch, maar echt praten over de vagina zelf, dat... Nou, het valt mij altijd op als je het hebt over bij scholen, wat ze dan laten zien, is zeg maar de voorkant van de vrouw en dan zie je zeg maar baarmoeder, eierstokken, that's it. Ja. Weet je, eigenlijk zie je verder niks. Nee. En alle educatie die heel veel meisjes, maar ook jongens krijgen, is vaak porno. Ja, ja. En dat is een heel groot probleem. Want ja. Zeg maar 75% van de vrouwen, dacht ik, is heel erg ontevreden over haar eigen vagina. En daarvan waren volgens mij 40-50% die vergelijkt haar vagina met de vagina's van de pornofilms. Als dat het enige is wat je ziet. Ja, ik kan je het eigenlijk wel voorstellen. Maar aan de andere kant, dat is dat stukje weer dat de wereld heel erg seksistisch is. Maar de tools die je zeg maar gebruikt om die seks te hebben, daar wordt eigenlijk geen tekst en uitleg bij gegeven. Of nou ja, heel oppervlakkig. Heel oppervlakkig. Ze leren je wel omdat het gezond is om seksuele gevoelens te hebben. Ze leren je wel om het aan te raken, maar ze leren je bijvoorbeeld niet om een keertje een spiegeltje te pakken en naar jezelf te gaan kijken. Ja. Want er zijn genoeg vrouwen die je eigenlijk nooit hun vagina zien. Ja. Nou ja, het is ook natuurlijk, kijk, bij mannen is er buiten en een vrouw moet echt een spiegeltje erbij pakken. Het ligt eraan. Een goede tip om je lijn bij te houden is als je door je buik je vagina niet meer kan zien, dan weet je eigenlijk dat je te dik aan het worden bent. Oh. Want in principe, als je buik plat genoeg is, ja, dan zou je in principe je eigen vagina gewoon kunnen zien. Dus met mannen hetzelfde. Als die man buik te groot wordt, dan ziet hij zijn ding ook niet meer. Nee, oké, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar ik vind het mooi of ik vind het bijzonder om te horen dat jij er dus op een andere manier mee bezig bent. Want je hebt 4 dochters, begrijp ik, hè? Hoe voed je hen op? Wel bewust met hun vagina. Maar hoe dan? Je begint natuurlijk echt met het onderhouden. Dus dat je echt ze erop benadrukt dat ze hun vagina goed schoon moeten houden. Mm-hmm. En bij mij is het ook van, oké, heb je het goed gewassen onder de douche? Haal je de vinger er maar eens langs en ruik maar even of je het goed gewassen hebt. Dan schrikken ze even, maar ja, ruiken het van, oh nee, ik heb niet goed gewassen. En daar is het eerste stukje waar je een kind, zeg maar, contact krijgt met haar vagina. En wat het allemaal doet, dat het geurtjes kan geven, dat je het schoon moet houden, dat je ervoor moet zorgen. Dus ja, daar begint het eigenlijk wel bij. En het is heel grappig om te zien, zoals bijvoorbeeld, nou ja, de jongste is nu 5... Maar toen ze 2 jaar was, dan zat ze echt met de te wassen. Ik doe het goed, weet je. Dus het is ook grappig om te zien hoe ze er mee omgaan. Voor de ouders is het af en toe een beetje schaamtelijk, maar die zit in de puberteit. Dus ja, elke leeftijd gaat er zeg maar anders mee om. Maar ook als ze bijvoorbeeld zegt van, nou, ze hebben jeuk of zo. Laat maar zien. Gewoon ook even kijken. En de andere zusjes kunnen er ook gewoon bij zijn. Dan lachen ze misschien een beetje over. Maar het is dat stukje vertrouwen. Maar je bent er dus ook heel open in. Ja, begrijp ik. Ja, ook bijvoorbeeld voor het verzorgen. Dat je niet mensen eraan laat zitten. Dus van kleins af aan dan pak ik even net daarboven beter van, hé, dat is mama's noenoe. En niemand laten aanraken. Want je weet nooit of ze een keertje naar de crash gaan en iemand wil het aanraken. Dus wanneer er iemand aanraakt van, hé, maar wacht even. Mama zegt altijd, het is mama's noenoe, dus er mag niemand aankomen. Dus het zijn allemaal kleine dingetjes hoe je kinderen leert bewust te zijn over hun eigen vagina. Wat wel mag, wat niet mag. En net als wat je zegt, hoe je het schoon moet houden. Ja, dat is volgens mij wel een... maar kijk, de reden waarom ik je ook heb uitgenodigd, en volgens mij is het ook wel een belangrijk onderwerp. Kijk, we zijn natuurlijk
We zijn natuurlijk heel erg bezig op dit moment met discriminatie, racisme. Wat mij altijd opvalt, en ik ben natuurlijk ook niet een... Ja, ik ben eigenlijk helemaal geen Nederlands. Jij bent nog half Nederlands, volgens mij. Maar ik ben helemaal geen Nederlands. Al ben ik wel een stuk witter dan dat jij bent. Maar de verseksualisering van de donkere vrouw. Nou, ja. Laten we het maar zo zeggen. Dus nu gaan we vanuit de vagina coach. Maar omdat ik wil graag jouw mening daar wel eens over weten. Van, goh, weet je, als ik dat zeg. Volgens mij zijn er heel veel mensen die nu kijken en die denken van... Waar hebben zij het nu over? Mm-hmm. Maar begrijp jij wat ik bedoel als ik dat zo... Zeker weten. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Het meest voorliggende wat me nu gelijk opkomt... is mijn ex-vriend, ook mijn laatste witte vriendje. Daarna heb ik ook nooit meer een witte vriendje gehad. En die maakte bepaalde opmerkingen van... die collega van mij heeft ook zo'n vrouwtje. Zo bedoel je vrouwtje? Ja, zo'n exotisch vrouwtje, net zoals jou. En van, oké. Dit is meteen een goede tip voor alle mannen van Nederlandse afkomst, laat ik maar zo zeggen. Vrouw nooit exotisch. We zijn geen dieren. Nou ja, sowieso exotisch niet. En ik denk ook niet vrouwtje. Weet je? Ja. Dat vind ik ook al zoiets, maar goed, ja. Ja, van zo'n vrouwtje, weet je, zoon. Dus je bent zo'n soort typeje, zo'n exotisch. Maar heb je ook het idee dat vrouwen van een andere achtergrond heel vaak met seks worden, dat zeg maar ze worden verseksualiseerd. Dus dat ze veel meer niet alleen het vrouwtje, maar dat er ook wordt gedacht van, oh ja, maar die is veel beschikbaarder dan... De blanke vrouw, zeg maar. Ja, en ook seksueel actief, dat ze dat idee hebben dat je moet wel geweldig in bed wezen. Waar denk je dat dat vandaan komt? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het echt iets is wat in hun zit. Van, ik heb het van blanke meisjes wel eens gehoord van hoe ze over donkere jongens dachten van ja, witte jongens zijn zo saai. Daar zit niks in. En ja, in donkere jongens zit meer ritme. Dus ik denk dat de witte man hetzelfde idee heeft met een donkere vrouw. Dat er wat meer in zit op een of andere manier. Je kan niet in hun hoofd gaan, wat zij precies denken. Maar ja, ik voel me vaak ook echt bekeken op een seksistische manier. Dus dat was voor mij dat, ook... En dat gevoel heb je ook echt vaak, zeg maar. Ja, en daarom... En wanneer is dat dan? Nu laat ik het niet meer zo dicht op me afkomen. Mm-hmm. Maar vroeger, toen ik nog wat minder zelfbewust was... toen ging ik niet echt met donkere jongens. Dus dan hang je wat meer om de blanke jongens. En dan ervaar je dat wel veel meer. Nu is mijn leven anders. Ik ben wat meer terughoudender. Ik ga ook niet echt uit of zo. Dus je merkt het niet dus zo. Maar was het dus dat toen je uitging? Had je dat toen? Als je uitgaat, ik ging bijvoorbeeld in Drenthe uit. Nou, in Drenthe? In Bijlen. Dan heb je een heel klein discotheekje. Komt ze uit Aruba, dus gaat kopje. Ze in. Nou, daar liepen de mensen toen nog af en toe op klompen. Dus dan, je danst ook anders en zo. Dus dan is het van, oh wauw, weet je, die hebben echt bewegingen. Dat gaan ze dan maar echt... je ging dus vanuit Amsterdam naar Bijlen? Nee. Ik ben vroeger in Amsterdam geboren. Ja. Maar ik ben al van een hele jonge leeftijd naar Drenthe toe verhuisd. Ik heb ook nog ergens in Rotterdam gewoond. Maar, okay. Maar in Drenthe, ja, daar ging ik wat vaker uit toen ik wat ouder werd. En daar ervaarde ik het. Ik ben geboren en getogen in Noordoost Groningen. Okay. Dus Skopje ken ik wel van naam. Ik ben er alleen nooit geweest. Volgens mij hebben ze ook al eentje in Groningen in de buurt. Ik ben er nog nooit geweest. Maar, maar je bent de tweede al deze week die Skopje noemt. Oh. Dus ik vind het ook wel bijzonder interessant. Ja, het bestaat ook niet meer. Maar... Dus je had wel het idee dat jij dus werd bekeken om de manier hoe jij danste en hoe je deed. Ja.
Ik was echt wel degelijk anders. En dat zag je ook in de meisjes, want de meisjes die wouden van mij leren hoe ik danste. Want zij zagen natuurlijk ook wel dat de anderen dat interessant vonden. En dan danste ik niet eens met jongens, want dat haatte ik. Ik danste alleen bij mezelf. En misschien was dat misschien nog interessanter voor hen. Ik dat weet het nog niet. Aparte was. Ja. Maar hoe zou jij zeggen dat als het gaat over seksualiteit, dat je Ghanese cultuur daar iets mee te maken heeft? Je Nederlandse cultuur daar iets mee te maken heeft? Nou, om weer terug te gaan naar diezelfde ex-partner. De reden dat het uitging was toen die vreemd ging met een volbloed Ghanese vrouw. En toen die over haar praatte, want ze stond in één keer voor de deur. En toen in één keer van, nou, wat doet die daar? Dus je wordt boos, want je woont samen, je man gaat vreemd. Maar op de manier hoe hij over haar praatte die echt alsof ze niks voorstelde. Maar dat deed mij eigenlijk wel pijn, want ik wist wel dat zij waarschijnlijk in hem zag dat hij een man was die haar misschien verder kon helpen. Maar hij zag haar alleen maar als iemand waar hij gewoon even plezier mee had en weggooide. En op dat moment stootte me dat heel erg tegen de borst. En ik verdedigde eigenlijk haar. Want hij deed bij haar hetzelfde wat hij bij mij deed. En ja, dat heeft eigenlijk wel een hele verandering ook in mijn leven gebracht. Dat ik hoe dan? Ik ben uiteindelijk ook meer naar mijn roots toe gaan keren. Want ja, je komt tot een bepaalde realisatie. En, Wat was je realisatie? Dat ik niet was wie ik was. Ik zat heel erg aan mijn blanke kant te hangen. Ik had nooit echt mijn donkere kant kunnen exploren, zeg maar, of uit kunnen zoeken. En met die ervaringen en nog wat meer kwam ik toch wel echt tot de benedering dat ik wel wat meer moest gaan zoeken in mijn roots. En dat heb ik ook gedaan. En uiteindelijk. En welke conclusie kom je dan? Dat ik niet meer op blanke mannen val. Ik moet meteen ervan hoesten. Is dat voor jou dan zoiets? Is dat voor jou dan heel sterk? Dat je zegt van wel blanke mannen of donkere mannen? Toen ik ook echt mezelf ontdekte, toen zag ik van ik ben gewoon een donkere vrouw. Ik dacht altijd, ik ben blank, want ik had geen echt donkere invloeden in mijn leven. Dus je hangt echt aan die kant. Maar door dat soort kleine dingen wat er gebeurt, gaat er iets in je wel werken van hey, dit doet pijn of dit is niet leuk. Je weet misschien niet dat het racistisch is of discriminatie is, maar ondanks dat je het niet weet, voel je het wel van binnen. En op een gegeven moment dan kom je erachter wat die gevoelens al die tijd waren. En dan realiseer je ook wie je zelf bent. En dan moet je gewoon beslissingen nemen. Wat waren die gevoelens dan? Ik kan bij jou wel echt alle vragen stellen. Ik kan heel veel vragen stellen. Ja. Maar bedoel, wat waren die gevoelens dan? Dat je eigen gevoelens realiseerde? Nou, zoals bijvoorbeeld mijn moeder. Die zei altijd over. Die maakte grapjes over mijn bijzettafel. Dat was mijn bil. Oh, oké. Okay. Dus, en het deed me pijn dat ze dat zei, want ik vond het helemaal niet leuk. Maar ik wist niet dat ze discrimineerde als een kind. Dat leerde ik pas toen ik volwassen werd, dat discriminatie was. Maar als een kind realiseer je wel dat het iets is wat niet leuk is. Want zij maken er grapjes over met z'n allen, maar ik voel mij verdrietig. Dus ondanks dat ik niet wist dat het discriminatie was, wist ik wel dat ik het niet leuk vond. Okay. En het is gewoon dat je ouder wordt en leert wat het is. En dan weet je 100% zeker, het was dus echt niet leuk dat dat gebeurde. Maar dat betekent dus, jouw moeder is Nederlands en je vader is Ghanese. Oké. En dus je moeder had eigenlijk, wist ze dus niet zoveel van die cultuur af? Nee, ja wel dat ik pindasoep met mijn handen moest eten. En ik moest ook tegen peperig eten kunnen, want ik ben Afrikaan. Dus dat was een klein beetje cultuur wat ik heb meegekregen. En ik moest ook die pindasoep met mijn handen eten. Dus ik heb wel een beetje cultuur meegekregen, maar dat was alles. Hoe heb je je eigen cultuur weer ontdekt? Diep in mezelf te gaan. Mijn voorouders te zoeken en ze te accepteren en ze me te laten leiden.
En heel veel research. En wat me ook geholpen heeft, is 18 jaar uit Nederland weggaan en op Aruba te gaan wonen. Ondanks dat daar maar niet de directe Afrikaanse cultuur is, was het wel heel mooi om de Afrikaanse cultuur terug te zien in die mensen, hun cultuur, zonder dat ze het zelf wisten, dat ze Afrikaanse cultuur nog steeds in stand houden. Dus dat was wel heel mooi. En ik heb een hele mooie levenservaring op gedaan. Maar daar heb je nog een volgende show voor nodig. Volgens mij ook, ja. Maar laten we eens teruggaan naar jouw werk als vaginacoach. Ja. Waar bestaat jouw dag dan uit? Stel je voor, er komt een vrouw bij je. Hoe gaat dat? Vrouwen komen eigenlijk niet gewoon zo bij mij binnenlopen. Ik werk op afspraak. Mm-hmm. 9 van de 10 keer hebben ze eerst in mijn inbox gehangen. Is oké, ze sturen jou een berichtje en zeggen van, hey, hoi, weet je. Ik krijg heel veel berichtjes. Dus ze kunnen 2 uur 's nachts binnenkomen, 3 uur 's nachts, rond de hele wereld. Maar dan beantwoord je, broer. Ja, ik beantwoord. Okay. Het hoeft niet altijd gelijk een klant te wezen. Of nou, ik noem ze meestal gasten, want ze komen bij mij thuis. Het kan ook gewoon zijn dat het iemand is in Amerika die vragen heeft over het product en gelijk nog meer vragen heeft. En die beantwoord ik dan gewoon, want soms krijg je wel ernstige situaties. Ja, leg me eens uit hoe dat dan gaat. Dus dan komt er een dame, die heeft dan een afspraak met jou gemaakt en die komt binnen. Ja, wat gebeurt er dan? Het ligt eraan voor wat ze komt. Dus de ene vrouw komt echt alleen om te stomen en de andere vrouw komt voor de V-talk. Of ze komen voor beide. Dus en om te stomen, als ze komen om te stomen, dan komen ze doen ze dat ook bij jou. Hoe gaat dat? Dus je hebt die kruiden waar we het net al over hadden. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Je komt bij mij binnen, ik ontvang je altijd. Mm-hmm. Eerst ga je even rustig zitten. Het heeft altijd meditatiemuziek aan, dus je komt gelijk in je zen. Je krijgt lekkere, warme, verse thee. En dan gaan we even een beetje babbelen. Kijken wat je klachten zijn, of je vragen heeft of zo. Of je iets hebt, Dus dan komt het naar boven. En dan ga je stomen. Dan lig je badje als je klaar. Kleed je, mag je om gaan kleden. Dan ga ik de kruiden halen die al zitten te koken. Dan wanneer je omgekleed bent, dan zet ik de kruiden voor je neer. Dan mag je gaan zitten. En hoe lang zit je? Ongeveer 30 minuten. 30 minuten, waar is het goed voor? Voor heel veel dingen. Je bent geen arts, hè? Dus het is niet medisch. Soms kan je wel medische dingen aanpakken. Ik heb toevallig een klant gehad, want zij kocht alleen het product. Ze had een vleesbomen. Ze was 40. Ze contactte me dat ze 40 jaar is, geen baby. Had verschijnende vleesbomen en haar baarmoeder moest verwijderd worden. Toen zei ik tegen haar, nou, niet geschoten, is altijd misgeschoten. Probeer dit eens. Probeer de kruiden eens. Ik heb veel verhalen erover gehoord. Mm-hmm. Nog geen directe eigen ervaring van mensen bij mij. Maar ik heb van veel vrouwen gehoord dat het heel goed werkt. Nou, ze is ermee begonnen. Het ging goed. Ze is na een paar maanden naar het ziekenhuis toe gegaan. Ze waren echt allemaal verkleind. De grootste die echt het meest in de knoop zat waarvoor ze haar baarmoeder zouden verwijderen, die was ook verkleind en ze mag met haar baarmoeder blijven. Nu hopen we. Dus ze hoeft geen operatie. Dat ze misschien is nog een baby. Na één keer? Of? Nee, na een paar keer. Zij is wel 3 maanden bezig geweest met stomen. Stoom is niet iets wat gelijk de eerste keer helpt. Als je veel afscheidingen hebt, zou dat misschien wel na de eerste keer gelijk weg zijn. Voor een tijdje of zo. Maar het is meer een therapie. Dus wil je dat het echt gaat helpen, dan moet je het frequent doen. Dus als een vrouw veel last heeft van menstruatieklachten, dus heeft veel buikpijn, is opgezwollen en zo, dan zou het goed zijn als je het elke maand doet, een week of een paar dagen voor je menstruatie. Okay. Dus zeg van ik ben bijvoorbeeld bevallen, dan is het goed om het een paar weken achter elkaar te doen. Als je een miskraam hebt gehad, is het ook heel erg goed om te doen. Maar ben je bijvoorbeeld in de overgang, kan het je ook heel erg met de klachten helpen. Als je seksueel in de knoop zit, kan het je ook heel erg helpen. Het heeft uiteindelijk veel
werkingen op vrouwen. Oké, heel goed. En zijn, bij mij wordt het gedaan met traditionele kruiden. Dus je kan mango, neem, ik heb de anis, nog een paar Surinaamse woorden zoals jarakopi, brokopi. Brokopi is echt een hele bekende, want die maakt het strakker. Dus het is ook verschillende redenen en wat voor kruiden je zeg maar gaat nemen. Zoals een neem en een mango zijn juist heel erg goed om te reinigen. Maar net als ik zeg, de brokopi is weer heel erg goed om het strakker te maken. Maar een anis is weer heel erg kalmend en dat werkt weer heel erg goed als je last hebt met menstruatie en veel pijn. Dan is het weer rustgevend. Dus zijn het die je hebt of heb je nog veel meer? Ja, het zijn heel veel verschillende kruiden, dus het ligt er ook een beetje aan. Of maak je een soort blend ervan? Ja. Dus je doet verschillende dingen dus bij elkaar. Ik heb er één voor vrouwen die ook zeg maar bevallen zijn, voor vrouwen die alleen willen reinigen, voor vrouwen die willen reinigen en strakker maken. Er zijn vrouwen die niet eens willen reinigen, die wilt gewoon strakker maken. Dus het ligt maar er een beetje aan. Maar helpt dat nou ook echt? Ja. Ja, de ene vrouw die heeft er heel veel baat bij, de andere misschien minder, maar er zijn genoeg vrouwen die er echt heel blij mee zijn. Oké, dus heel veel vrouwen moeten aan de stoombaden. Niet moeten, maar als je het jezelf een wat extra's wil geven, is het wel heel fijn. Er is een gedachte van dat de vagina niks nodig heeft. Aan de binnenkant in principe niet. Moet ik wel even erbij zeggen dat vaginaal stomen eigenlijk niet vaginaal stomen is, maar het is eigenlijk meer baarmoeder stomen. Het is eigenlijk meer om je baarmoeder te helen en het heeft wat vaginale, voordelen. Ja, precies. Ik moet altijd even switchen van Nederland naar het Engels. Nee, geen ik ben bilingual, dus ik praat eigenlijk meer Engels en papiamento op de dag. Dus... de ene vrouw, je hebt de maronvrouw in Suriname, die doet het elke dag. En de andere, die doet het maar één keer per maand. En de andere zegt, ik doe het één keer per week. Dus het hoeft niet dat je het elke dag doet, maar je hoeft het ook niet per se te doen. Maar het is wel goed voor je als je bepaalde klachten hebt. Dus zoals ik zeg, de vagina van binnen heeft in principe niet reiniging nodig. Maakt zich vanzelf schoon. Ja. Maar de buitenkant van de vagina moet natuurlijk wel gedaan worden. De schaamlippen, ook de clitoris. Dat is ook een stukje wat heel veel vrouwen vergeten. Dat de clitoris, net als een penis, naar achteren geschoven kan worden. Dat kan, hè? En schoongemaakt moet worden, want daar blijven ook viezigheid in zitten. En als je dus schoonmaken zegt, dan hebben we het niet over zeep, toch? Nee, helemaal niet. Het blijft van de zeep weg. Niet eens lactacid intiem. Precies. Je hebt in Amerika, de vrouwen houden van Dove. En dan hebben ze soms van die post van, waar was jij je coochie mee? En dan ziet iedereen stoer van Dove. Ik denk, oh my god. Infections, maar ook dat het behoorlijk pijn kan doen, volgens mij. Maar dat is, Ja, dus niet goed. Nee. Blijf van de zeep af. Ja. Wat ik maar zeg, waar maak je het dan mee schoon? Zeg je alleen warm water? Warm water, ja. Alleen water. Warm water. Okay. Wil je door de overdag niet ruiken? Van plaats wc-papier, was je vagina. Het is veel frisser om het na elk toiletbeurt te wassen dan alleen een wc-papiertje te deppen, want de urine gaat niet weg. Ja. Je droogt het eigenlijk maar op je huid. Waren veel vrouwen maar wassen. Hoe ga ik dit doen? Toen heb ik een speciaal spray ontwikkeld voor vrouwen die niet zin hebben om elke keer te wassen. En het is heel simpel. Het is met water en aloe vera, een beetje lavenderolie en pepermintolie. Dat zijn de essential oils die oké zijn voor de vagina. Lekker makkelijk, je spreekt wc-papier eroverheen, heb je toch de urine weggeveegd. Het is ook lekker makkelijk wanneer je menstrueert en zo, zodat je toch je vagina on the go schoon kan houden. Ja. Want het is gewoon heel belangrijk dat je die urine wegwast. Vrouwen mensen van, want we blijven scheren, want als je haar hebt, dan gaat het stinken. Maar dat haar hoort daar te zitten. Daarom... Dus jij zegt ook niet scheren? Nee, het is een stootkussen. Het houdt je vuil buiten. Het hoort daar te zijn. Nee, maar ik ben wel blij dat je dit zegt. Omdat gewoon
omdat in porno gewoon, het wordt alles is kaal natuurlijk, hè? Dus wat dat betreft is het wel fijn dat jij nu eigenlijk zegt van, hey, en niet alleen maar omdat het een stootkussen is, maar... Het hoort gewoon bij. En weet je wat het ook is? Het is heel grappig, maar vrouwen schoren eigenlijk nooit. Het kwam omdat de prostituee het deed. Zo hield zij haar klanten, of zo behield ze het, want ze een andere poes had als de vrouw thuis. En op een gegeven moment ging de vrouw thuis het ook maar doen. Want dan zag ze er ook wat nieuwer uit. Maar ik breng wel eens de vraag, welke vagina heeft nou geen haar van in de natuurlijke vorm? En ja, dat zijn eigenlijk alleen maar een kindervagina. Dus wil de vrouw eigenlijk wel een kindervagina hebben? Is toch een beetje raar, nee, dat wij mannen daaraan laten wennen? Nou ja, het is dus goed om over na te denken, want op zich wat je nu zegt is, je zegt eigenlijk van een kindervagina wordt dus gepromoot. Eigenlijk wel, als je dat het zegt. Dat is wat je zegt, ja. Eigenlijk wel, ja. Want de vrouw heeft van nature haar. Een kind heeft van nature geen haar. Mm-hmm. Dus als je het scheert, dus wil je eigenlijk dat je vagina de jonger uitziet. En dat is zeg maar wat... Echt alles moet er opeens jonger uitzien. Ongelooflijk, ja. Okay. En de vagina ook. Maar de vrouw, vandaag staat daar niet bij stil. We doen het maar gewoon, want je moet je toch scheren? Nou, je denkt er dus niet over na, omdat iedereen zegt dat dat moet gebeuren. Ja, want het is schoner, het is hygiënischer. Toch? Het is hygiënischer, maar dat is wat er wordt gezegd, inderdaad. Ziet zo'n vagina er echt wel hygiënisch uit wanneer het uitziet als een kale geplukte kip? Ja. Volgens mij. Ja, okay. En al die bultjes en zo. Ja. Is het echt zoveel gezonder en hygiënischer? Ja, goede vraag. En als het je ook eigenlijk meer schimmelinfecties gaat geven, dat is het. Vrouwen doen maar dingen klakkeloos alsof het normaal is. Nou, en ja, ik maak het bespreekbaar. Ja, dat vind ik heel goed. Maar nou ja, vrouwen doen dus allerlei dingen omdat men denkt dat dat het beste is. Ja. Of omdat men denkt dat een man dat zou willen. Juist. Of in ieder geval in heteroseksuele relaties, want ik zie het eigenlijk niet zoveel in same-sex relationships, zeg maar. Nou, ik heb er niet zo diep in verdiept hoe hun het doen, maar ja, ik denk dat het daar ook wel gebeurt, dat er ook wel geschoren, maar misschien respecteren ze hun haar wat meer. Ja, dat, ik denk ik ben niet zeker allemaal, hoor, maar dat hoor, maar ja. Ik denk niet allemaal. Maar in hetero relaties is het in ieder geval ja, want heel... de mannen die houden er niet van. Zo wordt het zeg maar gezien. En ik heb zoiets nou jammer. Ik kan het trimmen voor je. Ik kan de bikini lijn een beetje voor je doen, maar ik ga niet. En ik kan het ook wel een keertje ervan afschieten, geen probleem. Maar het is niet iets wat we... Wat je altijd wil doen eigenlijk. Ja. Nee. Misschien rond je menstruatie kan het wel fijn wezen dat je niet bloed in de haartjes krijgt en zo. Zeg maar zo. Zo kan ik het best wel begrijpen. Of wanneer het zomers warm is of zo. En je wil gewoon even alles eraf en weer opnieuw laten groeien. Ja, begrijpelijk. Dat doe ik ook wel eens. Maar niet dat het constant... kaal geplukte kip is, zeg maar. Zo noem ik het altijd. Ik snap wat je bedoelt. Oké, dus we hebben best wel wat topics besproken. En ik vind het ook wel interessant hoe je erover praat. Want je zegt eigenlijk continu, heb je weer iets waar je anders over praat dan de gewone media. Ik hou niet van mainstream praten. Ja. Ik wil graag dat mensen na gaan denken over wat ze doen. Ik kan het soms ook sarcastisch overbrengen. Mm-hmm. Maar het is meer, wanneer je sarcasme gebruikt, dan stoot het mensen even op de borst. Maar dat laat ze er ook weer even over nadenken. En daar gaan ze nog even een keertje over nadenken. Wat bedoelt ze er nou eigenlijk mee? Dat doe je en goed, dan, ja. Ja, op een gegeven moment gaat dan toch het balletje rollen. En dan denk ze, hey, ja, misschien heeft ze toch wel gelijk. Of ja, ik snap haar kant wel. Ik hoef niet gelijk te hebben, maar dat je mijn perspectief kan begrijpen. Want alles wat we doen, komt van iets. Veel dingen wat vrouwen doen, komt omdat de prostituee het deed. Hetzelfde als make-up, lingerie dragen. Nou maak je het wel heel moeilijk. Dus ja, je zegt het is, als maar prostituee in research, ja. Daar is waar ik op uitkom. Dat het echt daar... Maar dan, als jij dus nu zegt dat als prostituees dat deden, en vrouwen die geen prostituee zijn, die nemen dat over.
Maar dat is dan wel interessant, want dat doe je dan om te zorgen dat een man je leuk vindt. Mm-hmm. Maar blijkbaar vinden mannen dus prostituees leuk. Dus wat is dan... Vergeet niet dat het is nog geen 100 jaar geleden dat de vrouw nog geen rechten had, hè? Wij zijn dit helemaal vergeten. I know. Wij leven in zo'n moderne wereld. Maar het was niet normaal om met make-up naar de kerk of zo toe te gaan. Maar luister, dus als mannen dus vallen voor prostituees. En mm-hmm. aan de andere kant, want dan kom je eigenlijk op die hoermaagd. Hè? Mm-hmm. Dus dat betekent dus dat, weet je, we willen dus ook een beetje, ja, het klinkt een beetje heel gek wat ik nou zeg, maar ook een beetje die prostituees zijn. Ja, maar ja, dat zeggen we toch, a lady in the streets, a freak between the sheets. Het is ook een beetje wat vrouwen wordt aangeleerd. En mag dat? Ja en nee. Ja, nee, sorry, ik ja, heel want moeilijk. Want je moet natuurlijk die spice in je relatie houden en in je huwelijk. En nee, in de zin dat je niet moet laten leiden. Denk wel voor jezelf. Ik gebruik ook bepaalde tactieken, maar ik laat het me niet leiden. Van, oh, ik moet elke dag make-up op en ik moet elke dag mijn stringetje aan en mijn lingerie. En ik heb gewoon ook mijn grote tent onderbroek aan en ja. Af en toe, hè? Nee, dagelijks. Oh, dagelijks. Oké, okay, ik vind het maar sexy. Maar maakt niet uit. Wat jij wil, je mag samen. Maakt mij niet uit. Ik bedoel, dat is helemaal geen punt. Maar... Ik dacht ook wel eens een keer wat leuks aan. Maar dat is net wat ik zeg. Als je onder de douche vandaan komt en dat blijft 5 minuten aan en dan verdwijnt het. Ja, nee, sommige dingen. Nee, je moet, nee, dat soort dingen. Kijk, wat ik graag zou willen is dat elke vrouw de vrijheid voelt om Tuurlijk. Zelf te weten wat ze zou willen doen. En dat ze zich niet dus laat leiden door welke regels dan ook. Ja. Dus, en daarom vind ik het belangrijk dat je het dus hebt over vagina's, over... Noenoes, of hoe je het ook wil benoemen. Want je wil juist die openheid meer krijgen en dat vrouwen er meer kennis van hebben. Ja, ja, met mijn werk, ik noem maar een voorbeeld. Elke keer in de reclameblokken zie je van die eitjes voor als je schimmelinfectie hebt. Nou, dat gebeurt ook echt. Vrouwen kunnen elke 2-3 maanden naar de dokter gaan voor een schimmelinfectie en dan krijgen ze zo'n eitje erin gedrukt. Ja, dat zorgt ervoor dat op Welk dat eitje? Moment... Ik weet niet of ik ken Cantino of zoiets. Ik ken die merken niet eens, maar dat zijn van die krijg je bij de dokter en je kan ze bij de apotheek. Een soort zetpil bedoel je? Ja, die. Okay. Maar zet je dan in je vagina en dat helpt tegen die schimmelinfectie. Ja. Ik ben niet zo bekend met die namen. Maar dus wat ze doen is gewoon op dat moment die schimmelinfectie stoppen. Maar ze kijken niet met die vrouw waar die schimmelinfectie vandaan komt. En waar komt het dan vandaan? Nou, dat is wat ik dus zeg. Het zit vaak in de routines. Dus het kan te maken hebben met routines. Je eten, het kan met je drinken te maken. Het kan met je sextoys te maken hebben. Het kan met je partner te maken hebben. Het kan met je wasmiddel te maken hebben. Het kan aan je ondergoed liggen. Het kan aan zoveel dingen liggen. Misschien eet je wel te veel pepers. Het kan aan zoveel dingen liggen. Kan het daar ook aan liggen? Aan het kan aan heel veel dingen liggen. Oh, en als je bij mij komt, ga ik met jou kijken naar je routine. Wat doe jij dagelijks? Okay, wat eet je? Wat drink je? En aan je routine, aan dat aan te horen, dan zie ik de red flags. En die link ik dan allemaal samen. En dan ga ik je zeggen, oké, deze red flags, die moet je eruit halen. En wanneer je dat doet, dan zou je probleem eigenlijk moeten stoppen. Want dat willen we, dat dit nooit meer terugkomt. Niet dat het stopt en volgende maand weer terugkomt. Nee, het moet niet meer terugkomen. Ja. Dat is, dan ga je ritme omgooien. En, want je zei nog iets dat je ook wat wist over kruiden en dergelijke. Wat zou je bijvoorbeeld vrouwen aanraden die graag kinderen willen hebben? Dat is een grote zucht. Ja, want vrouwen die kinderen willen, dat heeft niet alleen met kruiden te maken. Dat heeft met je hele levensstijl te maken. Dus als jij veel fastfood eet, veel alcohol drinkt, altijd naar feestjes gaat, ja, dan is je lichaam natuurlijk niet in de optimale vorm om baby's te krijgen. Maar als jij gezond leeft, je drinkt veel water, je eet veel groenten, je eet veel fruit, je rust genoeg, je sport genoeg, je drinkt een keertje een lekker kruidenthee, blijf van de neem en de... Ik ben even de naam kwijt. Moringa uit de buurt, want dat zijn anticonceptives. Dus die helpen je juist om niet zwanger te worden. Mm-hmm. maar, ook goed om te weten af en toe. Dus, maar
ja, het heeft meer met je levensstijl te maken. Maar iets wat heel erg goed helpt om fertile te worden is CMOS voor vrouwen. Dus je bedoelt, de CMOS is een soort zeewier, hè? Ja, ja. Dus die bedoel je. Ja. En CMOS, omdat er alle vitamines en mineralen in zitten? Ja, ja. Oké. Okay. Dus Irish Moss, CMOS. Ja, okay. Het is echt een topper om daarvoor te gebruiken. Dus dat zou je vrouwen aanraden, juist. Die eigenlijk heel graag kinderen hebben. Ja, maar ook de stomen. Het stomen, en stomen kan ook heel erg goed erbij helpen. Dus ja. Je doet stomen, je praat met vrouwen, wat doe je nog meer? Ja. Want we zijn eigenlijk al bijna de tijd door. Van de V-coaching of wat ik daarnaast nog allemaal doe? Nee, van de V-coaching, laten we dat maar zeggen. Ik heb ook nog mijn radioprogramma, dus daar knoop ik natuurlijk ook dit soort gesprekken aan. En dan gaan we echt bijvoorbeeld een uur of twee uur echt over een bepaalde topic ook echt hebben. Dus ik noem maar wat op, 75% van de vrouwen komt niet klaar tijdens de seks. Ja. Dat was ook een heel interessant topic om het over te hebben. Maar bijvoorbeeld, en heel veel mannen hebben het ook niet eens door dat nee, dat zo is. Exactly. Ja. Dus dan mannen hoorden op dat moment ook de andere kant van het verhaal. En dat is ook het leuke, want ik betrek mannen er ook bij. Zo kunnen hun ook wat leren. Ja. Want je gebruikt die vagina, dan zou je ook juist daar meer over moeten weten. Ik ben er heel erg van overtuigd, zeg maar, dat als je de vrouw wat meer plezier geeft, dan is het ook meer plezierig voor jou als man. Voor de man zelf, ja, ja, zeker. Als ja. hij geniet, geniet jij ook. Dus ja. Het is, je hebt het eigenlijk de touwtjes zelf in handen, hoeveel plezier je hebt in bed, ja of nee. Ja, ja, zeker. Zou je nog wat willen zeggen, Lucine? Zou je één, heb je iets dat je zegt van, goh, dit is iets wat alle vrouwen moeten doen? Nou, ik heb meer een tip voor mannen en vrouwen. En dat is, wees open met elkaar, praat met elkaar. Ja, maar dit heb ik wel vaker gehoord, hè? Dat mensen zeggen, praat met elkaar en communiceer. Ja, maar hoe dan? Om gewoon eerlijk wezen, als jij vindt dat die vrouw haar vagina niet zo fijn ruikt, dan vertel je dat niet aan je buurman of je mattie. Je vertelt dat aan je vrouw. Dat hoop ik wel, ja. En maar dat gebeurt dat is 9 van bedoelt. De 10 keer niet. Okay. En dat bedoel ik, je moet met elkaar over dat soort dingen praten. Wees eerlijk en open met elkaar, want misschien stond die vrouw helemaal niet voordat jij kwam. Maar jij brengt een bepaald soort condoom waar zij allergisch voor is. En daarom begint zij te ruiken. Maar als jij dat niet met haar bespreekt, kan zij niet zeggen, hé, maar ik rook nooit. Sinds dat ik met jou naar bed toe ga, ruik ik. Dan kon je samen erachter komen dat het misschien wel aan de condoom ligt. En dan kan je een oplossing zoeken. En dan heb je een fijne relatie. Ja. Maar als jij het aan Piet en Jan gaat vertellen, en zij gaat het aan Trina vertellen, en jullie gaan uit elkaar, dan gaat een hele mooie relatie stuk, omdat er geen communicatie was over intieme klachten. Okay. We kunnen over veel dingen praten, maar het intieme, daar houden we niet zo van om nee, over te praten met elkaar. Heel moeilijk vinden we dat. We praten liever met iemand anders daarover. Ja, daarom hebben we die Amsterdam Talk Sex. Yes. Dus om gewoon het bespreekbaar te maken. Ja, breaking taboe. Lucina, heel erg bedankt voor jouw komst. Ook bedankt dat ik hier mocht komen. Ja, ik heb wel weer wat opgestoken. Ja, dank je wel. Super. Yes, thank you. Okay.